beste kijkers bij Shock Report TV. Zaterdag 1 juli 2024 reist Shock Reporter af naar Sportpark Schoonzicht om een videosamenvatting te maken van de na-competitiewedstrijd en streekderby ASV Arkel Lekvogels. In terugblik laten we u de doelpunten zien uit de wedstrijd Albersram-Unitas. Ja, de competitie zit er weer op en we gaan beginnen aan de na-competitie. Door de versterkte degradatieregeling en de sterke derde klasse C is het ASC Arkel niet gelukt om zich rechtstreeks veilig te spelen. En moeten de mannen van trainer Jeroen Seton nog 3 wedstrijden winnen om ook volgend seizoen weer in de derde klasse te mogen uitkomen. ASV Arkel scoorde dit seizoen 54 keer en kreeg 76 doelpunten tegen. Topscorer is Corné van Heerik met 23 doelpunten. Ook SV Meerkerk en Albersram spelen na competitie onbehouden derde klasseschap. Meerkerk staat thuis tegen Scholto en Albersram thuis tegen Bes. Lekvogels kende een uitstekend seizoen, want de Lex Monders eindigde in deze toch wel zware klasse keurig op de vierde plaats en wonnen de derde periode. In deze klasse degradeerden liefst 6 teams. In de laatste periode van 7 wedstrijden won Lekvogels 5 keer en speelde 2 keer gelijk. Lekvogels scoorde dit seizoen 53 keer en kreeg 30 doelpunten tegen. Topscoorder Sam van der Horst met 13 doelpunten. Ja, het team van trainer Erik van Maurik is in vorm en moeilijk te verslaan. We zijn er ook benieuwd hoe ze de klus tegen ASV Arkel gaan aanpakken. Ja, alle ingrediënten zijn aanwezig om er zaterdag een leuke wedstrijd van te maken. Scheidsrechter is de heer A.J. Schot. We gaan nu nog even kijken naar de doelpunten uit de wedstrijd Albersram-Unitas. Ja, beste kijkers, de uitzending zit er weer op. We hopen dat het publiek zaterdag in grote getalen naar Sportpark Schoonzicht komt om hun team aan te moedigen en van een sportieve en doelpuntrijke wedstrijd te kunnen genieten. Bent u zaterdag niet in de gelegenheid om de wedstrijd te bezoeken, dan kan u altijd vanaf zaterdagavond de videosamenvatting van deze wedstrijd zien op sokkerreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.